Welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag woensdag, budget woensdag. Het is natuurlijk geen woensdag dat ik hier aan het filmen ben. Het is vandaag vrijdag. Sophie die komt het weekend thuis, dus ik wil mijn handen een beetje vrij hebben. Een beetje extra tijd kan besteden aan Sophie. Vandaar dat ik dit allemaal eerder heb opgenomen. Terwijl jullie misschien buiten kinderen horen, het is heel mooi weer vandaag. Kinderen spelen buiten op het gras, dus het kan zijn dat jullie die achtergrondgeluiden horen. Nou, wat heb ik jullie als tip te bieden vandaag? Dat is een envelopmaker. Ik had een workshop gegeven op mijn groep Patricia's Inspiratiehoek. Daar had ik een kaart voor gemaakt als voorbeeld. En ik zou iets in Dailouge-stijl gaan doen. En ik wilde laten zien dat je ook prima kaarten kunt maken in Dailouge-stijl. Dus ik had daar een voorbeeldkaart mee gemaakt. Maar net iets groter dan ik normaal gesproken doe. Normaal gesproken heb ik A5 formaat. Dat vouw ik door midden. Krijg je dus een dubbel gevouwen A6 kaart. En dat is eigenlijk mijn standaardmaat waarop ik kaarten maak. Nu heb ik deze kaart dus wat groter gemaakt. Maar daar heb ik dus geen enveloppen voor. Nou, die kun je dus heel eenvoudig zelf maken. Jij kunt bij de Action een envelopmaker scorepot kopen. Dat is een complete set en die ga ik vandaag laten zien. Maar hij is er ook van heel veel verschillende merken. Joycrafts heeft zo'n apparaat. Er zijn heel veel verschillende merken waar jij dus hetzelfde idee hebt. Die eigenlijk ook op dezelfde manier werkt. Ik ga dus laten zien hoe je er een envelop mee kunt maken. Maar je kunt er nog veel meer mee maken. Ik ga gewoon een standaard envelop laten zien. Een envelop zoals deze. Ik ga ook dezelfde grootte aanhouden. Ik heb hier designpapier gebruikt, ook van de Action. In die blokken, die grote blokken van 12 bij 12 inch, daar zit designpapier in. Soms hebben ze dubbelzijdig bedrukt. Deze is enkelzijdig bedrukt, wat ik hier heb gebruikt. En dan heb je dus een mooie witte envelop met aan de binnenzijde een heel mooi patroontje. En op die manier kun je hele stevige enveloppen maken die dus bij jouw kaart past. Ik ga laten zien hoe je zo'n envelop kunt maken. Het is echt niet zo moeilijk. Nou, ik heb dus zo'n scoreboard van de Action, maar je kunt ze dus ook van andere merken gebruiken. Ik doe mijn scoreboard als ik klaar ben weer terug in de verpakking. Die verpakking die bewaar ik dus ook. Achterop de verpakking staat hoe je er doosjes mee kunt maken. Alle maten staan erbij. Ik zit even te kijken. Dit is zowel in centimetermaten als in inchmaten. Dus ben jij niet zo handig in die inchmaten? Het staat er ook in centimetermaten op. Dus gooi die verpakking niet weg. De doosje staat dus achterop de verpakking. Nou, wat zit er nog meer in de verpakking? Daar zit een scorebord zit daarin met allemaal van die lijntjes waar je mee kunt rillen. Nou, ik heb wel zo'n scorebord, heb ik wel. Een hele grote 30 bij 30 centimeter, 12 bij 12 inch. Maar het is best een groot ding om elke keer maar weer te pakken. En dit is natuurlijk ontzettend handig als je alleen even een kaartje wil vouwen. Dan is dit ding natuurlijk veel handiger op je werkvlak als dat hele grote. Alles zit hier ook mooi bij elkaar. Dus dit setje hou ik ook bewust bij elkaar. Er zit een vouwbeen zit erbij. Daar kun je de lijnen mee maken om te scoren. Er zit ook een ponsje bij. En dat ponsje, daar kun jij dus de inkepingen mee maken die je nodig bent voor de afrondingshoekjes. Je kunt er ook hoekjes mee afronden, zodat je mooie ronde hoekjes krijgt. En maak je dus bijvoorbeeld scrapalbums en jij wil hoekjes afronden van je papier. Dan kun je ook prima met dit ponsje doen. Dus eigenlijk is dit ook gelijk een hele complete en budgetvriendelijke set om aan te schaffen. Je hebt gelijk een ponsje waar je dus de hoekjes mee af kunt ronden. Je hebt een pons waar je dus die inkepingen mee kunt maken. Je hebt een scorebord. Dus je hebt eigenlijk heel veel voor weinig geld. Nou, achterop. De scorebord, daar vind je nog een tabel. Dat is voor enveloppen. De grootste maat envelop die je kunt maken is voor een kaart van 13 bij 18 centimeter. Nou, hier staat 13 bij 17,8 centimeter. Nou, ik heb het precies aangehouden en mijn envelop is ruim genoeg voor mijn kaart van 13 bij
18 centimeter. Dus je hebt ruimte genoeg. Zou je nog een wat dikkere kaart willen maken, kan dat allemaal prima. En kun jij prima die maat aanhouden van 13 bij 18 centimeter. Wil je groter, bijvoorbeeld A5 formaat, ja, dan zul je het zelf even moeten gaan uitvogelen hoe je dan te werk moet gaan. Ik ga het laten zien met de grootste kaart, ook omdat het gemakkelijker is om te laten zien. Ik heb gewoon een stuk karton gepakt in een kraftkleur. Dit is linnenpapier overigens in, volgens mij is dit koffiebruin, maar ik weet het niet helemaal zeker, de kleur. Maar het is in ieder geval een kraftkleur, die ga ik gebruiken, omdat het wat makkelijker is om te laten zien. Designpapier is gewoon wat lastiger om te laten zien, omdat het dan niet goed op camera komt. Nou, er staan heel veel dingen achterop. Achterop ben je dus nodig voor het maken van enveloppen. Deze kant ben je nodig voor het maken van de doosjes. Nou, ik ga je laten zien hoe je te werk gaat. Dus er staat een tabelletje op. Dat staat precies bij de maat van de kaart. Dan staat er in de kolommetje wat ernaast staat, staat dan welk stuk papier je nodig bent. Dus voor de kaart 13 bij 18 centimeter ben je een stukje nodig van 25,5 bij 25,5 centimeter. En dan heb je nog een markering nodig van 11. Dat is een schaalmarkering van 11. En dat ga ik straks allemaal uitnodigen. Die schaalmarkering die vind je hier terug. Aan de linkerzijde daar staan de inchmaten. Rechterzijde daar staan dus de centimetermaten. En er is een kolom voor inchmaten en er is een kolom voor centimetermaten. Dit is de rillijn die je straks nodig bent. Hier zie je nog van allerlei figuurtjes staan. Je kunt namelijk op je envelop nog leuke figuurtjes maken door middel van het embossen. Gaat hartstikke leuk, maar moet je niet te dik papier voor hebben. Nu hoef je ook natuurlijk niet zo heel zwaar papier te hebben voor jouw envelop. Ga je heel zwaar papier gebruiken, dan wordt jouw envelop ook alleen maar zwaarder. Zit je weer met de portokosten. Kan natuurlijk allemaal als jij je kaart wilt geven, is het helemaal geen enkel probleem. Maar wil je gaan versturen, dan wil je vaak alles zo licht mogelijk hebben. Dan zou ik voor een wat lichtere kwaliteit papier kiezen. En dan kun jij ook hele leuke motiefjes maken, dus met die hierop staan. En dat kun je doen met je vouwbeen. Je legt je papier erop, je gaat er overheen en je hebt dan het figuurtje gemaakt. Net als dat je vroeger deed embossen met die embossing tool. Nou, zo kun je dat dus ook op deze manier nog doen. Maar het hoeft dus niet. Het heeft verder ook niets van doen met de enveloppen, maar het kan. Het is een mogelijkheid die je hebt. Ik ga laten zien hoe je een envelop heel eenvoudig kunt maken. Ik ga er stap voor stap doorheen. Het is echt niet moeilijk. Je moet net eventjes weten hoe je het moet doen. Nou, ik zei al, op de tabelletjes, daar staat nou precies op wat je nodig bent. En ik heb dus een kaart van 13 bij 18 centimeter gemaakt. En daar moet ik dus een stuk papier voor gebruiken voor de envelop van 25,5 bij 25,5 centimeter. Nou, dat heb ik al op maat gesneden en dat is deze vierkant geworden. Nu zei ik al, nu staat er een schaalverdeling wat je aan moet houden, een schaalmarkering wat je moet maken. En als je dan verder kijkt op het tabel, ik weet niet of het helemaal goed leesbaar is. 13 bij 18, 25,5 bij 25,5. En dan staat hier het volgende getal en dat is 11. Dat getal 11, dat wil zeggen dat is een schaalmarkering voor jouw eerste markering die jij moet maken. Nou, ik gebruik de centimeter maten, dus ik moet aan de rechterkant kijken en daar zie je op een gegeven moment 11 staan. Dat is dus mijn markering die ik moet gebruiken. Dus om mijn eerste rillijn te maken, moet ik dus mijn papier langs die schaalverdeling leggen. Ga jij dus inchmaten gebruiken, dan moet jij dus kijken aan de linkerzijde. Ik ga centimeters gebruiken, ik ga kijken dus naar de rechterzijde. En er stond een schaalmeting van 11, dus ik leg hier mijn papier tegen de rand aan en ik zorg dat het hier op 11 ligt. Dat is mijn eerste markering die ik moet gebruiken. Nou, dan zei ik al, er zit hier een lijn, die kun je gebruiken, een gleufje. En je zet hier bovenin jouw vouwbeen in dat gleufje
en je maakt op een hele eenvoudige manier jouw eerste rilnaad. En ik zal proberen of ik het kan laten zien. Ik denk als ik het papier een beetje ga wiebelen heen en weer, dan zie je die rilnaad wel. Nou, wat ga je nu doen? Je draait je papier en elke keer met de klok mee 90 graden. Dus dit is de eerste rillijn die je hebt gemaakt. Je draait nu jouw papier. Je draait hem 90 graden. En nu zie je hier bovenaan, zie je weer een rillijn staan. Een markeringspunt. Dat is jouw markeringspunt wat jij moet aanhouden. Dus je zorgt ervoor, je hebt hier nu niets meer met die schaalverdeling te maken. Je kijkt nu dat jouw rillijn, je houdt je papier hier langs. En je zorgt dat die lijn wat je net gerild hebt, dat het gelijk loopt met dit markeringspunt. Dat is de lijn die je nu moet aanhouden. En dan ga je weer precies hetzelfde doen. En je ziet nu dat het onderaan, ja, komt het bijna gelijk. En dat heeft ermee te maken dat ik nu de grootste maat envelop heb gepakt. Ga je kleinere maat envelop maken, dan heb je hieronder meer ruimte. Ga je nog grotere maken, kan prima, maar dan kan het zijn dat jij jouw rillijnen in twee keer moet maken. Dus dat je niet genoeg ruimte hebt om die rilnaad te maken. Dus ik heb die markering aangehouden en ik heb een volgende rillijn gemaakt. Nu ga ik hem weer draaien. En nu ga ik weer die markering bovenaan ga ik weer gebruiken. Die ga ik weer opzoeken. En je ziet nu ook gelijk, ik heb nu een stuk meer over. En dat komt omdat ik een rechthoekige envelop ga maken. Ga je een vierkante envelop maken, dan is de afmeting van jouw papier ook anders. En dan komt er het ook allemaal anders uit te zien. Dus ik ga weer een lijn maken, een rillijn maken. Ik heb er nu 3 gemaakt, ik moet er nog eentje maken. Dus ik ga mijn papier weer draaien. En ik ga weer het papier hier langs leggen en ik zoek bovenaan, zoek ik die rillijn weer op. Zorg ervoor dat het goed stevig er tegenaan ligt. En ik ga weer zo'n rilnaad maken. En nu heb ik een rechthoekige rillijn gemaakt voor de envelop. Jouw bord, die kan nu even aan de kant. Wat moet je nu doen? Je moet die hoekjes weg gaan halen. Er zijn kleine hoekjes ontstaan en ik zal proberen of ik het in beeld kan laten zien. Er zijn kleine hoekjes ontstaan. Nou, die hoekjes moet je weghalen en daar is dit ponsje voor. En dan gebruik je het ponsje stukje waar die 2 flapjes aan zitten. Die flapjes ben je nodig. Je zet je pons erop en je zorgt ervoor dat die flapjes gelijk lopen met die rilnaden die jij hebt gemaakt. En ik vind het gemakkelijker om hem dan even op mijn werkvlak te zetten. En ik pons dan met de pons. En dan haal je er eigenlijk een hapje uit. En dat hapje wat je eruit haalt, dat zorgt ervoor dat straks jouw envelop gewoon wat makkelijker in elkaar te vouwen is. Nou, dat ga je bij al die 4 kleine hoekjes die je eruit moet halen, ga je dat even doen. Dus ik vind het gemakkelijk om de pons even op mijn werkvlak te zetten. Dan heb ik gewoon iets meer kracht. Het ponsen, dat kost mij gewoon iets kracht. Ik heb heel weinig kracht in mijn handen. En op deze manier kan ik net iets meer kracht zetten. Nou, ik heb die hoekjes eruit gehaald. Deze die komen zo aan de binnenzijde. Ik kan ze wel vast vouwen. Je kunt je vouwbeen erbij pakken. Om de vouwen even mooi scherp te maken. Jullie weten, ik gebruik vaak mijn nagel daarvoor. Maar je hebt nu alles bij de hand, dus waarom niet alles gebruiken? Dit zijn de zijkantjes. En de onderzijde en de bovenzijde, die vind ik wel mooi om rond te maken. Je kunt erop verkiezen om deze ook rond te maken. Ik doe dat niet, ze zijn toch niet zichtbaar. Nou, nu gebruik je het afrondponsje, dat is de andere kant. Dus niet die pons met de flapjes, maar de andere zijde.
En dan zorg je ervoor dat het mooi is afgerond. Nou, dan vouw je de envelop verder dicht. Nou, nu is het een kwestie van in elkaar lijmen. Dat kun je doen met lijm. Werkt prima. Wat ik vaak gebruik is scorttape, omdat dat heel sterk is. Het is wel wat duurdere tape, gewone dubbelzijdig tape kan ook wel. Maar als jij jouw envelop wilt gaan versturen met de post, zou ik er toch wel zeker van willen zijn dat de envelop goed dicht blijft zitten. Niet dat de kaart er tijdens het sorteren uitvalt. En dat je een mooie kaart hebt gemaakt en dat je uiteindelijk niet bij degene terechtkomt waar die zou moeten. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Maar ik gebruik dus scorttape, omdat het ook gelijk goed vast zit. Lijm moet je even laten drogen en dat hoeft nu niet. Nou, ik vouw hem dicht en mijn envelop is klaar. En ik kan de kaart erin doen en je kunt het verzenden. Dit is nu gemaakt met vrij dik papier. Dit is linnen karton 200 grams. Het is een hele stevige envelop geworden, dus ga je hier een mooie kaart in doen. Dan weet je zeker dat dit gewoon goed verstuurd wordt. Dus op deze manier kun jij gewoon zelf enveloppen maken voor jouw kaarten. En natuurlijk is het veel goedkoper als jij standaard enveloppen koopt. Maar ja, als jij nu een kaart maakt die niet standaard is, dan kun je er dus toch nog heel makkelijk zelf een envelop bij gaan maken. En je gebruikt gewoon papier wat je er nog hebt liggen. Ik heb nog heel veel van deze designblokken liggen. Eén kant is het bedrukt. En dus een goede envelop voor de buitenkant. Het is mooi rustig. Ik kan er naam en adres op schrijven. Het blijft goed leesbaar. Ik hoef er geen stickertjes op te plakken. En aan de binnenzijde heeft het gewoon een leuk motiefje. Dus op deze manier kun jij zelf jouw enveloppen maken. En het is echt niet duur bij de Action, maar ze zijn er dus ook van heel veel andere merken. En dit bord kun je gewoon op meerdere manieren gebruiken. Ik heb hem nu gebruikt om een envelop te maken, maar je kunt er ook doosjes mee maken. Je kunt er een basiskaart mee rillen. Het is ontzettend handig om dit kleine bord op jouw werkvlak te hebben. En neemt niet zo heel veel ruimte in, dus het is gewoon hartstikke makkelijk om dit te hebben. Je kunt het... Het vouwbeen kun je erop vastklemmen en ik bewaar dus de verpakking zeker. Niet weggooien, staat heel veel informatie op wat je nog kunt gebruiken. Want je kunt er natuurlijk ook leuke kleine doosjes mee gaan maken. En op die manier een veelzijdig iets voor heel weinig geld. Vandaar dat ik hem heb gebruikt als budgettip. Heb je nog vragen? Stel ze mij. Heb je opmerkingen? Zet ze er ook in. En dit was weer mijn budgettip voor woensdag deze keer. Zelf een envelop maken voor een kaart wat een apart formaat heeft. Waar je zo geen standaard enveloppen voor kunt kopen. Ze zijn er wel, maar dan moet je ook weer vaak duurdere enveloppen kopen. Misschien heb je net als ik dat designpapier nog wel liggen. Kun je er gewoon makkelijk zelf een envelop bij maken. En je gebruikt je designpapier. En heb je zo een goedkope oplossing. Hoef je niet een heel pak enveloppen te kopen die je misschien nooit meer gebruikt. Ontzettend jammer. Zo maak je gewoon een bijpassende envelop voor jouw mooie kaart. Nou, dit was het voor vandaag. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer je vooral op mijn videokanaal. Elke woensdag, elke zondag komt er sowieso een nieuwe video online. De ene keer een budgettip op de woensdag. De zondag laat ik weer van alles en nog wat zien. En ik probeer te variëren zodat het voor iedereen leuk blijft. En dat iedereen ook maar op ideeën blijft komen. Dat is mijn doel. Om iedereen mag mooi aan de gang te houden. Ook al kun je niet meer helemaal. Iedereen kan wel iets doen. Dus zoek ook vooral naar die mogelijkheden. Kun je iets niet meer op hobbygebied? Zoek naar een andere mogelijkheid. Want onze hobby is heel breed. En iets wat je misschien niet meer kunt. Is er altijd wel iets anders wat je nog wel kunt. En ik ga dat proberen om te laten zien. Dus abonneer je vooral op mijn videokanaal. Om geen enkele video meer van mij te missen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En graag tot snel. Doeg!